kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie. En ik ben niet alleen. Ik ben met... Lipa! En wij zijn beste vriendinnen. En Helemaal tof. En wij gaan vandaag iets superleuks doen. Namelijk een best friend tag. ja, dat gaan we gewoon voor jullie doen. En we hebben allemaal vragen. Oh, andersom. Ja, allemaal vragen hierop geschreven. En die gaan we, ja, dus... Beantwoorden van elkaar, zeg maar. Even goed in beeld staan. En, het houdt dus zeg maar in. Ik zeg bijvoorbeeld, hoe lang kennen wij elkaar of zo? En dan zegt Lieve, zoveel. Stel, puntje. En jullie zien het gewoon vanzelf wel. Okay. Dus laten we maar snel beginnen. Oké, jij mag beginnen. Wat is mijn bijnaam? Dat weet ik echt niet. Nee, dat weet ik niet. Heb jij een bijnaam ook? Ja, Adrianne. Oh, ja, daar heb ik wel eens van Ja. Oké, go. Jij bent. Ja. Chips. Oké. Wat is mijn lievelingseten? Pizza. Oké, wat is mijn lievelingseten? Het is gewoon gepland, lijkt het wel, maar dat is helemaal niet waar. Dat is weer mijn lievelingseten. Maar dat... Ja, ik weet niet. Moet ik ook die soort pizza? Nee, doe gewoon. Oké, pizza. Ja. Yes. Jij hebt bij mij ook goed, maar dat heb ik al. Oké, okay, ja. Jij bent. Dat ga ik gewoon. Oh ja, in welk team zit ik van hockey? E1F of zo. Nee, E1F. Wat? EF of zo. Fout! Ik zit in de E1. Wat? E1. Dus die heb je lekker fout. Holy shit. Die spiegel viel bijna hier zo. Oké. Ja, ik geloof. Maar we staan nu 1-1. Uiteindelijk komt er dus ook een winnaar. We staan nu 1-1. Ja. En wat jij bent. Wat is mijn lievelingskleur? Oh ja, dit is een beetje, ik mag er twee zeggen. Ja. Een beetje rood, een beetje donkerrood. Ja. En een beetje babyblauw, een beetje blauwe. Mijn kleur? Ja. Nou, wel donkerrood vind ik wel, maar gewoon normaal blauw. Ik vind alle kleuren. Ja, dus ik zei babyblauw en ja, zeg maar een beetje blauw. Dus ja, die is wel goed, ja. Die is goed. Ik ben goed bezig, jongens. Oké, ja. Ben ik? Ja. Wat is mijn lievelings... Ja, zeg maar, bijvoorbeeld een shirt, trui. Oh. Wat vind ik het leukst? Oh, of kleur? Nee, gewoon broek, shirt, trui. Ja. Jij vindt zo'n of zoiets trui leuk en je vindt zulke... Ja, jij vindt een gatenbroek leuk. Ja, dat heb je helemaal goed. Oké, ik zal het even laten zien. Ja, waar heb je dezelfde broek? Ja. Waar zit twee in? Zo'n outfit, zeg maar. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat zit gewoon, vind ik lekker. Ja, oké. Okay. Wat vind ik? Wat dus je hebt toch leuk? Wacht, even goed rekenen. Shoppen of vloggen? Wat? Shoppen of vloggen? Ja. Deze is wel moeilijk. Mag je ook allebei zeggen? Nee. Denk toch vloggen? Ja. Je hebt helemaal goed. Shoppen, want ja, vloggen doe je denk ik wel wat vaker dan shoppen. Ja. En shoppen is ook wel leuk, maar op een gegeven moment word ik er ook moe van. Hoe lang zitten we bij elkaar in de klas? Is zeg maar dit school. Dit school? Ja. 6 jaar. Helemaal goed. We zitten in groep 6 en we zijn vanaf groep 1 in elkaar. Ja, we beginnen samen in school. Echt precies tegelijk. Dan waren we op school, want dan konden we niet samen naar school, want dat deden we niet. Nee, maar dat deden we soms wel hoor. Bijvoorbeeld jouw moeder kon niet en dan ging mijn moeder bij. Ja, dat is goed. Dus die heb je ook weer goed. Ja. Oh. Wat is mijn vaders werk? Oh ja, hij werkt bij de begrafenis. Ja! Oké, heb jij er nog één? Nee, hoeveel fout heb jij? 1. Wacht, dat tellen we zo wel. Maar iedereen heeft 5 vragen, dus wij allebei.
wat is mijn favoriete maand, zeg maar? Bijvoorbeeld april, mei, juni, juli. Ja, jij bent geen mei jarig. Ja. Mei. Natuurlijk mei! Want 1, dan ben ik jarig. 2, dan is het ja, een beetje lente. Dat vind ik wel lekker. Ja, en maar... ik ga naar Ariana Grande in mei. 14 mei ga ik naar Ariana Grande. Oké, leuk. Auw. Oké. Auw. Ik heb dat op een verkeerde niveau. Dat hebben we niet hoor. Nee, dat gaan we echt rijden. Onder de Kasper! Nee, baby. Maar, oké, heb jij nog een vraag? Jij hebt nog een vraag hoor. Helemaal niet. Helemaal wel. Wat is mijn nou, jij hebt er één vraag. Mij. En vier. Ik heb, jij had deze ook goed. Ja, goed deze. Goed. Jij hebt er bij mij één fout. Je hebt bij mij ook. Ah, we staan gelijk. We kennen elkaar dus ja, even goed eigenlijk. Eigenlijk van onze geboorte. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ja, weet ik. Ja, goed. Oké. Ik heb nog een verkrakker weg van je. Yeah.